Het openbaar vervoer in Den Haag ligt woensdag weer plat. Het personeel van de openbaar vervoerbedrijven in de drie grote steden heeft het werk neergelegd uit onvrede over de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het personeel hield rond het middaguur op het plein een demonstratie voor het gebouw van de Tweede Kamer. De bewaakte fietsenstallingen van bicycletten gaan regelmatig een dagdeel of zelfs een hele dag dicht. De werknemers met een ID- of WW-baan zijn wegbezuinigd. Het tekort moet worden opgevangen door leerwerkplaatsen. Maar er moeten eerst nog kandidaten opgeleid worden om kleine reparaties uit te voeren. En dat kost tijd. De gemeente denkt na over een snellere oplossing. Wethouder Kool heeft een nieuwe ooievaarspas gepresenteerd die beter is beveiligd tegen misbruik. Met de ooievaarspas kunnen mensen met een laag inkomen tegen verlaagd tarief naar sportclubs, musea of het theater. De nieuwe pas heeft een streepjescode en een chip en kan bij verlies of diefstal ook geblokkeerd worden. Vanaf volgend jaar gaat de ooievaarspas 10 euro kosten.